Oké, hier. Dit dingetje. Dit is Yoka oude. Hoe heet zo'n ding nou ook weer? Side table noemen ze dat, geloof ik. Ik weet niet of dat de goede naam is. Het is een of ander heel smal tafeltje. Wat tegen de muur aan staat. Nou, dat ding dat stond boven. Yoka deed daar helemaal niks mee. Het stond daar maar. Het stond daar wel leuk, maar ja, een beetje zonde. Dus ik heb dat ding ook weer geconfiskeerd. En ik heb hem dezelfde kleur gegeven als dit tafel, dit buitenwerkbankje en de hengelkast. En ik heb daar nog een plankje onderbij gemaakt. Waar blikken verf en zo in kunnen bewaard worden. Nou, die laadjes, die handgrepen die zaten er al op. Maar ik heb het dan geel gemaakt. En dat is dezelfde kleur als de kozijnen van de deurpost en het badkamerraam. En dat wordt ook de deurpost van de cave, die krijgt ook dezelfde kleur. Dus dat wordt heel mooi. Ik heb overigens de cave nou één keer in de olie gezet, in die verf. En dat heeft best wel een mooi kleurtje gekregen. En je ziet ook wel het verschil met de deur. Dat is wat al een beetje aan het vergrijzen. Nou is vergrijzen tegenwoordig heel modern. Iedereen laat zijn schuur vergrijzen. En ik vind het gewoon afgrijzelijk. Dit wordt mooi geel. Dit wordt geel. En dit ga ik mooi groen maken. Dat wordt heel mooi, wordt dat. Oh, en die ook. Dat wordt ook groen. Ja, dat wordt super mooi. Hier nog een keer een kleine duidelijkheid. Oké.